Wat is het verschil op dit moment met de eerste lockdown? Nou, de eerste lockdown, dat was allemaal een beetje nieuw. Ze wisten niet hoe ze ermee aan moeten. Goed, inmiddels zijn we dus heel ver met die pandemie. Nu wordt doordat onze organisatie, de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, kort gezegd de Marktbond, die heeft het voor ons opgenomen vorig jaar. En die hebben de regering, de overheid, doen beseffen dat wij een groot supermarkt, maar dan in de open lucht. Zo goed als je dus in de supermarkt alles kunt kopen. Dus op de markt ook. En toen hebben ze gezegd van, het is op de markt, het is veilig winkelen, het is een open lucht. De besmettingsgevaar is minimaal. Dan is gewoon iedereen welkom op de markt. De food als de non-food. Een beetje gerechtigheid dus? Ja, zeker. Tuurlijk. Want waar heb je het minst besmettingsgevaar? En dat is ook bewezen en gezegd door de geleerden. Dat is in de buitenlucht. Tot hoe lang denkt u dat de lockdown nog gaat duren? Ik hoop niet zo lang, want goed, de winkeliers die zijn ook dicht. En wij zien ook dat de winkels graag open zijn, want dat zijn ook mensen die hun brood moeten gaan verdienen. Dus het liefst 14 januari, daarna gewoon alles open. Hoe zijn de reacties van de bezoekers op de Ambeloze Markt nu ze weten dat ook non-food terecht kan? Heel erg positief. Ik heb vanmorgen al een paar klanten gehad die daar heel blij mee zijn dat ze toch nog ergens wat kunnen kopen. En dat is op de markt, in de open lucht. Ja. Hier voor mij staat een tevreden marktmanager. Jazeker, ja, absoluut. Wat vindt u ervan? Vorig jaar mocht u niet op de markt staan in Almelo en tijdens deze lockdown wel. Ja, ik vind het gewoon prima. Dat kunnen wij op de markt komen staan en eigen centjes verdienen. Vorig jaar was het hartstikke vervelend. Nou, ik vind het gewoon prima. Ja. Is het een beetje gerechtigheid misschien? Ja, een beetje wel. Een beetje, ja. Maar het publiek durft niet op de markt komen. Het is wel vervelend eigenlijk. Maar beter dan vorig jaar. Hoe zijn de reacties van de bezoekers nu ze weten dat u op de markt staat? Ja, de reactie is gewoon goed. Ze zijn ook blij dat wij mogen weer op de markt komen staan. Denkt u dat de lockdown nog langer duurt dan 14 januari? Hoop ik niet. Wat vindt u ervan dat nu ook de non-food is toegelaten op de markt tijdens deze lockdown? Wat wij daarvan vinden, zijn we heel blij mee. Ik denk ook niet meer als normaal. Wij staan buiten. Kunnen de anderhalve meter bijna overal garanderen. Wij zijn zelf ook non-food ondernemer. Wij zijn heel blij mee dat we de kans krijgen om ons waren te verkopen. Absoluut. Dat was vorig jaar met de eerste lockdown wel anders. Na de eerste lockdown waren we helemaal dicht in de winkels open. Dat voelde helemaal niet goed. Nu kunnen de winkels klik en collect. Dat is op de markt bijna niet te doen. Of helemaal niet te doen. Was zelfs niet toegestaan de vorige lockdown. En nu krijgen we de kans om toch onze consumenten bereiken. Ik moet wel zeggen dat de consumenten nu denken dat we nog dicht zijn, maar dan gaan we straks in het volgend jaar gaan we daar volop mee aan de gang om het publiek hier naartoe te krijgen. Hoe zijn de reacties tot nu toe van de bezoekers die toch zien dat de non-food is toegelaten? Ze zijn heel blij, ja, dat ze toch hun producten kunnen kopen op de markt. Denkt u dat de lockdown nog langer duurt dan 14 januari? Ik ben bang van wel, ja. En kunt u misschien een schatting maken van hoe lang u denkt dat het nog gaat duren? Nee, ik zit gelukkig niet op de stoel van de heren die dat beslissen. Laten we hopen zo kort mogelijk, zo snel mogelijk boosteren. En dan weer aan de gang met z'n allen.